Hoi, ik ben Erik van Eerten en ik heb een bachelorscriptie geschreven over circulair aanbesteden. Want wie worstelt er niet mee om daadwerkelijk circulariteit te implementeren in zijn of haar contracten? Zo ook gemeente Zwolle bij de aanbesteding bedrijfsafval. Het is gebleken bij de gemeente Zwolle dat het niet mogelijk was om deze aanbesteding traditioneel of op de West Value wijze in de markt te zetten. Daarom heb ik geadviseerd om Rapid Impact Contracting toe te passen. Dit is een nieuwe systematiek waarbij je op basis van ambitie en visie de markt gaat uitdagen. Daarbij is de essentie geweest bij de aanbesteding bedrijfsafval om afval als waardevolle grondstof te zien. Wat kun jij als facilitair manager doen wanneer jij met Rapid Impact Contracting aan de slag gaat? Ten eerste, benut de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om jouw ambitieniveau vast te stellen. Dit is tevens jouw anker in je contracten en in je KPI's. Ten tweede, benut alle schakels in de gehele keten om tot een circulaire economie te komen. Bij de aanbesteding bedrijfsafval betekende dat we gekeken hebben naar de inzameling, het transport, de verwerking, recycling en de bewerking van de grondstoffen en eventuele terugkoop. Tot slot, verandering van lineair naar circulair is ingewikkeld en complex. Zorg er daarom voor dat je de markt perspectief en terugverdientijd biedt in jouw contracten. Kortom, wij als facilitaire professionals kunnen vanuit onze rol een hele belangrijke bijdrage leveren aan de verandering naar een circulaire economie. Wij staan als inkooppoortwachter aan het begin van wat de organisatie inkomt, maar ook weer verlaat. En daarom zijn al verschillende organisaties met mijn blauwdruk aan de slag gegaan. Zo kunnen we van praten overstappen naar het daadwerkelijk realiseren van een circulaire economie. En zo maken wij samen de wereld een stukje mooier. Dus stem op mij, Erik van Eerten.